werd de Rooms-Katholieke Werkliedenvereniging Sint-Jozef opgericht. Katholiek, want we waren natuurlijk midden in de verzuiling. En we hadden ook de rooien en we hadden de protestanten. Maar Sint-Jozef was katholiek en die had als belangrijkste doel de arbeiders en betere woningen te bezorgen. Het is goed dat we ons spiegelen aan mensen die grote verdiensten hebben. Zodat we ons geïnspireerd kunnen laten weten, geïnspireerd kunnen laten zijn door datgene wat zij voor de samenleving doen. En als je dat dus wilt laten gebeuren, dan moet je die mensen ook onderscheiden van andere mensen. Je moet ze zichtbaar maken. En dat is wat nu gebeurt. Want ik mag u, en ik moet het heel formeel zeggen, namens de burgemeester van de gemeente Tebergen, want even namens haar, namens mevrouw Havenkamp sta ik hier ook, mag ik u meedelen dat Zijne Majesteit de Koning u bij gelegenheid van dit afscheid heeft benoemd tot ridder in de Orde van Oranje-Nassau. En ik wil u vragen naar boven te komen. Jan Kamst. En ik ben nog niet helemaal klaar, dus blijf nog even. Want dit is een heel hoog blijk van maatschappelijke waardering. Een koninklijke onderscheiding. Door de koning toegekend aan alleen de uitnemendsten onder ons in de samenleving. Die belangrijke bijdrage leveren aan, aan datgene wat we allemaal vanzelfsprekend vinden. Maar wat er niet zomaar is, waar uw inzet en vernuft, heb ik het net genoemd, voor nodig is. U heeft dat gedaan in de stad waar u geboren bent. De stad die u lief is. Die liefde is wederzijds. Je zegt wel eens dat er bepaalde mensen zijn in een gemeenschap, want we vormen een gemeenschap met elkaar, die eruit springen. Nou, deze onderscheiding is daar denk ik een overtuigend bewijs van. Maar deze stedelijke gemeenschap, deze stad, en die is groter dan alleen de huurders van Sint-Jozef, die is u buitengewoon dankbaar voor de inzet die u voor de sociale woningbouw, voor de volkshuisvesting, voor de eenheid in onze stad heeft geleverd. En er zijn maar weinig momenten, dames en heren, dat je als burgemeester namens de hele stad mag spreken. Dit is er één van. Namens de hele stad Almelo, namens de voltallige gemeente, mag ik je meedelen dat de gemeentebestuur van Almelo, de raad van Almelo, jou de erepenning van de gemeente Almelo toekent. En die wil ik je graag uitreiken. Nogmaals een hartelijk applaus, dames en heren. Nieuwe ontwikkelingen rond het Doepark bij de Hagen. Het Doepark loopt wat vertraging op vanwege verontreiniging van de grond. En het natuurhuis werd blij gemaakt door het Roggekamp Peinsfonds. We zijn de werkzaamheden die wij zijn gestart een paar weken geleden, die zijn stilgelegd vanwege een bodemvervuiling. En de partij Kruse is nu volop bezig om de sanering op zich te nemen en dat is nu in gang gezet. Wie is er financieel verantwoordelijk voor die sanering? De grond is van de gemeente. Het is openbare ruimte, de gemeente is de grond. Wij hebben als partij Stichting Natuurhuis hebben wij een burgerinitiatief ontwikkeld. En toestemming gekregen van het college om hier een doepark van te maken. Maar de grondeigenaar, de gemeente dus, die is verantwoordelijk voor de vervuiling in de grond en neemt ook de kosten voor zijn rekening. Zeg, er was ook een hele verheugende mededeling, hè? Ja, we hebben deze week bericht gekregen van het Roggekamp Peinsfonds dat wij 10.000 euro extra kunnen besteden aan een aantal onderdelen van de natuurspeelplaats. En de natuurspeelplaats is, is het kloppend hart van het Doepark, waar kinderen straks gaan spelen met water, waar ze klimmen, nou ja, zeg maar een natuurlijke speeltuin. En we kunnen dankzij deze gift, deze donatie, kunnen wij een of twee extra speelaanleidingen aanleggen. Hoe lang denk je duurt het voordat het gerealiseerd is, het Doepark?
Nou, het hele Doepark, dat kan nog wel even duren. Maar de eerste fase die we nu zijn ingegaan, die heeft nu enkele weken vertraging opgelopen. Omdat de beekloop wordt uitgegraven, maar dat gebeurt voorzichtig. Dat wil zeggen, er wordt iedere keer bij elke schep grond worden gekeken van wat is de kwaliteit en hoe gaan we dit wegzetten. En dat levert vertraging op. Wij zijn hier aan het saneren in opdracht voor de gemeente Almelo. Ze willen hier een nieuwe waterwindloopwerk maken. En zijn ze verontreiniging tegengekomen. En hebben ze het werk bij mij weer stilgelegd. We zijn mee ingeschakeld om de verschillende grondsoorten apart te ontgraven, in die poort te zetten, op de contouren direct uit te graven van de waterloopwerken. En dan wordt het alles apart in depot gezet. En op een gegeven moment worden die depots allemaal apart bemonsterd. En dan kijken of we de grond weer kunnen hergebruiken. Of het terug kan worden geplaatst. Ja, dat is belangrijk, hè? Hergebruik. Ja. Ja. Nou, hoe lang zal dat in beslag nemen, denk je? Nou, de planning staat voor 7 dagen. Maar ja, in de saneringswerkzaamheden kun je nooit precies zeggen hoe lang het gaat duren. Kirsten, van harte welkom hier. En we hebben je uitgenodigd omdat je dus een gigantische prestatie hebt geleverd in Apeldoorn. En dan willen we toch even laten weten dat wij dus als Almeloze wielervereniging daar ook zeer trots op zijn. En ja, je bent helaas geen lid meer. Maar daar hebben we wat voor ook gevonden. Oh jee. We maken je erelid. Wauw. En Heidi gaat je daarvoor zeggen. De versierselen opstellen zijn. Het is een klein versiersel met een heel grote waarde. Voelt me toch nog een beetje zwaluw. Nou, we gaan straks over van de buiten. We hebben nog een keer. Oh jee. Spannend. Oh. Heidi, ga je gang. Ja, maar... Want we hebben dus mee gevraagd om geen lange toespraken te doen. Nee, nou, ik doe het even zo makkelijk. Ik heb hier een perfecte ding. Wacht, hè? Ja, even in de zwaluwen. Wat een eer. Bedankt. Gefeliciteerd met de erelidmaatschap. Nou, hartstikke bedankt. Ik vind het echt een eer. Dan gaan we nu straks even naar buiten toe, zeg maar. Want... En hoe voelt het nou, dat je een bocht hebt gekregen? Ja, het voelt goed. Het voelt ook goed om binnen de bocht te staan. En ik ben er nog niet uitgevlogen nu. En hoe voelt het om zo vaak kampioen te worden? Wen je daar wel aan of niet? Nee, dat is niet iets waar je aan wendt. Dat wereldkampioen worden word je niet dagelijks. Dat is niet... Nee. Ja, ik wel soms, maar... Ja, nee. Dat bedoel ik. Eigenlijk wen je er niet aan, nee. Leven altijd leuk? Ja, uiteraard, ja. En we gaan voor de volgende overwinningen. Nou, ik ga eerst hier gewoon goed van genieten, want dit is ook heel cool. Wat is je band nog met Almelo? Ik ben hier geboren en getogen. En je ouders wonen hier ook nog, hoor ik? Klopt, ja. En dan ga je vaker voorzien, 1 keer in de week? Nou, niet structureel 1 keer in de week, want ik ben best wel veel weg. Maar ik probeer wel regelmatig even hier langs te komen. We gaan een heel mooi theaterseizoen tegemoet. En daarnaast gaat u vanavond natuurlijk daar een aantal hele fijne previews van zien. Veel succes en plezier ook vanavond. En jullie natuurlijk met je prachtige programma's. Dankjewel.
ook als de eerste in Nederland in de ruimte. Het nieuwe droom over duurzaam gebruik van de aarde. Kreeg helaas te weinig tijd om die tweede missie af te ronden. Our Earth has cancer. And most people with cancer, they die. Ja, het is een show over Wubbo. Wubbo Ockels, die komt hier natuurlijk vandaan. Hè? Is geboren in Almelo. Dus we zijn hier ook voor de première. Dit is de eerste keer dat we een preview geven van onze show. Dat kan natuurlijk nergens anders dan hier. Het is een show over zijn leven, maar vooral over zijn droom. Als astronaut heeft hij de aarde kunnen zien van een afstand. En dan zie je eigenlijk als eerste en als beste hoe het ervoor staat met de aarde. Hij is daar zo door geraakt dat de rest van zijn leven is die bezig geweest met het redden van de aarde. En wij zetten zijn levensverhaal voort. Maar een wethouder uit Ulle hier in Almelo, hoe dan? Wat een eer, hè? Dat is fantastisch. Ben je voor de liefde naartoe gegaan? Nee, om te studeren. Om te studeren. En toen de liefde gevonden en toegebleven. Of ben je nog steeds een liefde aan het zoeken? Nee. Oh, daar is hij die er lang zit. Sorry. Leuk. En hoe lang is het al jouw liefde? Hoe lang is zij al jouw liefde? Ik heb al meer dan 30 jaar. Meer dan 30 jaar? Hoe lang doet er nog? Nog 30. Ik denk dat ik mijn laatste optreden hier al nodig is. Bedoel ik meer zij dan ik, is een enorme, eigenlijk de allergrootste George Michael fan van Nederland. Een aantal jaar geleden hadden we het idee om een show te gaan doen met zijn liedjes. En je kan wel 5 shows doen met alleen maar hits, zoveel hits heeft hij geschreven. Maar ook over zijn leven, roerige leven kan je wel zeggen. En dat is er na een paar jaar met omwegen toch van gekomen. Helaas is hij overleden tijdens... Nou ja, eigenlijk hadden we dat al bedacht en toen overleed hij. En toen dachten we, nou, nu moeten we het zeker doen. De jaren 80, jaren 90, maar we gaan ook het leven belichten van George Michael. Waar ook een hele hoop over te zeggen is, ik weet een hele hoop leuke anekdotes. Die denk ik voor een heleboel mensen nog onbekend zijn. En het wordt ook gewoon stoelen opklappen en dansen. En, maar ook met een show met een lach en een traan. Wat ik nog meer niet door mijn keel gaat krijgen, is dat wij jongeren worden gemarkeerd als de jeugd die beslist niet deugt. Maar wie zijn jullie om dat te zeggen? Jullie waren ook jong. Jullie hebben ook genoeg jointjes getrokken over de long. Jullie hebben ook genoeg geëxperimenteerd met de bom. Ik snap het niet. Ik doe hier mijn best. Ik zet mijn best een beetje voor. Maar toch doet al het gezeur... pijn aan mijn gehoor. Ten noorden van het land aan de lelijzijde witte horizon, gekleed in een blauw camino, lokten we de zomerzon in onze klapblokken, vergeleken handschriften en spraken over nieuws, verschrikking. Ik beloofde je het beste voor mij te geven. Ik beloofde je het 2 maal. Het leven heeft iets als een complot van een B-film. Soms is er met vloeistof gevulde compartiment, met muren van metrums. Een wapperende vlag droegen we met ons mee. Een onverstaanbaar tiener schreeuwen tegen hun ouders. Verstaan ze ons dan niet? Onbewust iets wat we beiden niet willen. De bladzijden die missen zijn ingevuld met lege beloftes. En ik maar roepen dat het beter ging worden. Dus natuurlijk snap ik wel dat zij onafhankelijk werd omdat ik ontoegankelijk was. Vast in een trance van een klootzak. Zo laf in zijn hart. Nachtenlang steeds harder getracht je prachtige lach te vergeten, maar tevergeefs, want het was het enige waar ik aan dacht en ik brak. In onze maatschappij spelen we zoete verschillen. Maar mijn reden dat ik zoek is verbinden, omdat een waarheidszoeker de waarheid altijd zoekt in het midden. Hij moet de punten die hij vindt tijdens het zoeken verbinden met het verzoekje te binden aan zij die tijdens het zoeken verbinden. En hoe? Dit voel je van binnen.
Wanneer je hoort als de stilte spreekt, kan verwoorden wat dit beeld je geeft, tot je met je woorden tot een verbeelding spreekt. Ik zeg je visualiseer wat je begeert en projecteer het je realiteit. Hij leefde zijn leugens. De waarheid vond hij saai. Hij wist hoe het was gegaan, maar gaf het zijn eigen draai. Hij leefde zijn verhalen zoals hij ze zelf boog. Hij ging te ver en hij verloor de waarheid uit het oog. Nu wordt er over hem gepraat, met hem is iets goed mis. En hij probeert te achterhalen of dat waarheid of een leugen is. Scheurbuik kijkt liever niet naar mensen die doodgaan. Hoe ze wachten op een pan en pasenstok in een hol als een broodhaan. Hij komt er bovenop, tanden op elkander en eraan. Handen op de wanden op zoek naar de uitgang. Hier vandaan. En nou die loopplank uit. Scheurbuiks vertrek is medisch omstreden. Hij is cynisch. Wat kan jou het schelen? Mishandel me maar polyklinisch. Scheurbuiks genezing is grotendeels psychisch. Zo'n grote snee kost nou eenmaal meerdere liters. Quasi bent de kampioen. Zonder meer. Zijn we. Volhouden. En doorgaan. Ja, en terugkomen. Ik ben Cor Kuiper. Ik ben een van de leden van het bestuur van de afdeling Twente van de KVLO. En ik heb jarenlang de Twente daar waar we vandaag zijn georganiseerd. Oké, en wat beogen die dagen eigenlijk? Beogen die dagen zijn studiedagen voor vakkenkracht en bewegingsonderwijs. Waar dus zowel mensen van het voortgezet onderwijs als van het primair onderwijs bijscholingen doen. Ze kunnen een keuze maken met een hele hoop workshop waar ze heen gaan. Het is gewoon de vakkennis bijhouden. En die vakkennis houdt in vernieuwingen, moet ik dat zeggen? Vernieuwingen. Er zijn workshops die echt ingaan op de vernieuwingen. Morgen zijn er een aantal workshops trendsport, waar we gekeken wordt van nou, wat nu in is om dat te gaan doen. Maar ook herhalingen van wat we vroeger dat de jaren hebben gehad en waar dan misschien net even een andere blik naar gekeken wordt. Vandaag is er een workshop atletiek, dat is hier achter op het veld. Er zijn toch nieuwe ideeën die daar zijn. Mm-hmm. En die willen we dan ook graag laten. Maar zijn dit allemaal gymnastiekleraren? Allemaal gymnastiekleraren. Heten ze tegenwoordig nog zo? Nou, wij noemen ze gymnastiek. Vinden wij eigenlijk niet meer een goede term. Dat is een oude term. Wij praten graag over bewegingsonderwijs, want dat omvat meer dan alleen de gym die wij geven. Dus in de loop der jaren is er heel veel veranderd. Er worden op een totaal andere manier lesgegeven. Vroeger was het allemaal klassikaal en tegenwoordig is het allemaal op groepen of met vrije werken. Maar in ieder geval, er wordt op een totaal andere manier lesgegeven dan vroeger. Maar is het nog een bijvak of zo? Of? Nee, voor sommigen vinden dat wel, maar wij vinden allemaal dat het een hoofdvak is. En het wordt ook steeds belangrijker gevonden door de scholen, dat het vak op een goede manier gegeven wordt. Okay. Het leeft meer dan zeg maar een paar jaar geleden nu? Ja, omdat mensen op dit moment ook zien dat de bewegingsarmoede toch zijn gevolgen, gevolgen heeft. Ja. Je ziet gewoon, wij zien in op scholen zien we ook dat de resultaten van de testen en dat het gewoon achteruit gaat. En vandaag stond er ook nog weer een stuk in de krant van dat er dan een onderzoek is geweest waaruit blijkt dat inderdaad de motorische ontwikkeling van de kinderen gewoon achterblijft. Gewoon puur en alleen omdat ze te veel met digitale dingen bezig zijn en te veel op de bank zitten. En veel te weinig meer buiten spelen. Dat is ook een van de redenen dat wij een enorme voorstander zijn van meer bewegingsonderwijs, met name in het primair onderwijs en dan vooral door de vakleerkrachten. Je bent betrokken geweest bij het onderzoek naar de mogelijkheden van de wijkplatform in de Windmolenbroek. Wat was de uitkomst van dat onderzoek? In elk geval zijn er veel betrokken wijkbewoners, maar het was geen wijkplatform. Ik ben als IKC-projectleider betrokken bij initiatieven die ook scholen nemen. En in andere wijken kwam ik dus heel veel initiatieven tegen, zoals de Kruifveldjes en de Krajcik-koorts. En ook een aanbod van allerlei activiteiten die niet in deze wijk waren. Ik kwam er dan achter dat er een wijkondersteuner in die wijk was, zoals de Schelvorst, maar niet hier in de Windmolenbroek.
Dus ik ben gewoon gaan informeren, ook bij de gemeente, van hoe kan het dat wij geen wijk ondersteunen hebben. En het antwoord was eigenlijk van ja, er zijn weinig initiatieven in de wijk. Dus we gaan dan ook geen wijk ondersteunen inzetten. Ik wil iets betekenen voor mijn wijk. Ik ben vorig jaar in maart met Carla Willemsen in contact gekomen. Zij is de coördinator van IKC. En zij vroeg mij zo van, goh, wil je iets voor betekenen voor de wijk? En ik voelde mij wel aangesproken, dus ik dacht van ja, ik wil wel een paar buurtbewoners vragen om of zij ook zich aangesproken voelen om mee te willen doen. En dat was zo. Ik heb als eerste Evelien, mijn buurvrouw, gevraagd. En nog een andere buurvrouw. En via zijn we eigenlijk een beetje is er een kerngroep ontstaan om een wijkplatform op te richten. Ik ben gevraagd of ik mij ook geroepen voelde om mij in te zetten voor de wijk. We hebben beide jonge kinderen, dus daar willen we ons onder andere voor inzetten. Maar goed, voor de hele wijk, ook de ouderen en de volwassenen onder ons, lijkt het ons gewoon mooi als we samen als wijk ons voor elkaar kunnen inzetten en dat het eigenlijk alleen maar beter wordt. Ik vind het een heel mooi initiatief. Ik denk dat wij als gemeente vooral altijd heel erg blij zijn wanneer inwoners zelf initiatieven nemen om hun wijk, hun buurt, hun straat, hun woonomgeving te verbeteren. Nou was er al een wijkplatform in Rusten. Hoe verhoudt zich dat tot het nieuwe wijkplatform? Nou ja, dat hebben we vanavond meegemaakt. Hè. De voorzitter van het wijkplatform in Rusten, die heeft zich aangeboden aan de nieuwe initiatiefnemers. En volgens mij komen ze er samen heel goed uit om een nieuw wijkplatform op te richten. Wat zijn uw verwachtingen van het nieuw op te richten wijkplatform? Nou, ik vind het enthousiasme erg groot. Dat kun je ook zien aan de deelname van vanavond. Maar er moeten natuurlijk wel wat handen uit de mouwen gestoken worden. En ik denk toch dat met heel weinig middelen we een aantal initiatieven wel weg kunnen zetten. Dat dat wel heel goed haalbaar is. Kunstenaar Marinus Boezem heeft in 1995 de matras, een heel gewoon voorwerp uit het huiselijk leven, verheven tot monument. Die tegenstelling heeft een humoristische werking. Lekker liggen,